Goed. Wat was jullie eerste gedachte toen het voorstel kwam om iPads in de klas bij jullie kleuters neer te zetten? Marleen? Op zich positief, maar ook wel een beetje dubbel. Dubbel in de zin van, ik dacht, nou, volgens mij gaat het zo ook wel goed. Maar positief in de zin van, we zullen eraan moeten. En we hadden helemaal nog niks van ICT in de groep, dus het was ook een kans. We hebben dan gekeken naar die taakspannen. Nou, twee computers hadden we. Ja, dat was waar. Ja, maar verder geen digibord of zo. En het was wel, ik vond het wel de moeite waard. Er wordt heel veel gewerkt aan de taakspannen en met een taakje bezig kunnen zijn en wat langer met iets bezig kunnen zijn. Wat voor effect dat zou hebben. Was ook wel nieuwsgierig. Oké, nieuwsgierigheid. Heel belangrijk. Hoe was dat bij jou, Kathleen? Ja, dat mij ook vooral. Maar ik heb natuurlijk de informatieve gesprekken niet meegevoerd. Hebben jullie met z'n tweeën gedaan? Dus ik kreeg het allemaal van Marleen dan wel te horen. Ik ben er gewoon heel blanco ingestapt, zeg maar. Ik ben sowieso een digibeet, dat weet iedereen. Dus ik was wel nieuwsgierig. Ja. En wat merkte je in het begin toen ze die iPads in de klas kregen? Ja, ik was even verbaasd. De motivatie bij de kinderen was heel groot. Ja. Daar hadden we eigenlijk al wel, daar wisten we eigenlijk al wel wat. Zo, we waren heel nieuwsgierig naar. Ja. De kinderen, de zo, dat was op zich wel leuk om te zien. Ja. Maar het was vooral heel individueel, de kinderen. Hè? Die gingen helemaal op in de iPads. Ja. Ja. Ik voelde me opeens een stuk minder deelgenoot. Ja. Okay. Ik stond, ik was er wel, maar ik dacht, waar zijn de kinderen? Ja. En die zaten allemaal zo. En dat mensen die ook langs liepen, je hoort niks meer. Dat was niet wat jij vertelde een keer, dat was volgens mij aan het begin, dat je voor het eerst een gesprekje kon voeren met Kathleen, terwijl die kinderen aan het werk waren. Ja. Nou, het gaf ook een moment van rust. Ja. Ja. En dat was, voor ons fijn, maar ook voor... de kinderen. Ook voor de kinderen, ja. Dus dat even een pas op de plek. Het was in ieder geval zo dat de aandacht er was voor wat er aangeboden werd. Ja. Dat was meteen al duidelijk. Maar ik miste interactie met de kinderen. Ik ben verhalend, ik ben vertellend. Ik ben in de communicatie, in contact met de kinderen. En, dat was er niet meer. Ik stond echt een beetje beteuterd te kijken zo die eerste keer. Ja. Wist een paar keer wel. Ja, ik was echt verbaasd. En je zag wel iets aan verandering van taakgedrag bij kinderen, noemde je net al. He, want je hebt het een paar keer geprobeerd met die apps, met Letterschool. Heb je toen uitgeprobeerd? Wat zag je toen? Nou, je ziet dat de kinderen er gemotiveerd aan beginnen, over het algemeen. In de loop van de tijd hebben we wel iets verandering gezien. En je ziet eigenlijk dat kinderen die bij het traditionele ontwikkelingsmateriaal als eerste afvallen, dat hier nu eigenlijk ook wel doen, maar dat ze het wel langer volhouden. Wat verder opvalt is het enorme verschil in het gebruik van een iPad of computer thuis, wat ze eigenlijk tot deze periode zo gewend zijn, en het verschil met de manier van inzet van de computer hier op school, de iPad in dit geval. School of thuis zijn ze blijkbaar gewend om maar open te klikken en te doen wat ze willen. En hier is het ineens op didactische invulling. Didactische invulling. En dat is niet voor alle kinderen heel gemakkelijk. Hier, wij hebben er apps op staan die werken met Lego en bouwen en tellen. En thuis zijn ze aan het Minecraften of krantenheften. Dus nu merken we steeds meer dat er wel eens geroepen wordt van... Is voor baby's is saai. Dus dat is iets om over na te denken. Nu hebben we Osmo erin gebracht. Ja, dat is wel heel leuk. Omdat we goed geluisterd hebben naar jullie en goed gekeken hebben naar de kinderen. Hè? Omdat Osmo is een programmaatje waar je via een cameraatje de app in werking zet. Die doet dan het voorbeeld op de iPad. En kinderen krijgen dan bijvoorbeeld die tangram dingetjes. En dan hebben ze een voorbeeld en dan moeten ze handelend optreden. Dus ze gebruiken dus de techniek van de iPad, maar ze moeten ook zelf het neerleggen. Ze moeten ook denken en ze krijgen een feedback als het kleurtje verandert, of het goed ligt of niet goed ligt. Dus ze moeten ook heel goed
Dat, nou, dat gaan we zeker oppakken. Hoe moeten we het doen op dezelfde manier? We hebben nu ondersteuning gekregen van Marant, hè, van Wieke. Ja, van dat Wieke. Is echt heel waardevol geweest. Ja. Ja. Ze is ook zo enthousiast. Ja. Ze heeft ook een leuke blog geschreven over onze groep. Die is echt ontzettend leuk om te lezen. Ja. Dus ja, haar inzet is wel, maakt... Ja. Nou, en zij is zelf ook heel enthousiast, want zij denkt elke keer als ze er weer in de klas is geweest, van hé, heb ik niet nog iets wat we ook kunnen gebruiken? Ja, ze had zich heel goed voorbereid voor Nathan, hè? Ja, dat was heel leuk. Ja. Oké. Nou, dan een nieuwtje. Dat is ook altijd leuk, hè, tijdens zo'n bijeenkomst een nieuwtje te vertellen. Dit experiment is niet onopgemerkt gebleven in het land. Remco Pijpers, die was hier ook afgelopen woensdag. Tijdens die ICT-bijeenkomst, die is van Mijn Kind Online, werkt inmiddels voor Kennisnet, heeft dat boek Sociale Media, hoe heet dat? Ja, Sociale Media in het basisonderwijs geschreven. Hè. Dat is zo'n lijfblad als het ware, of lijfboek. Die wil nu een nieuw boek gaan uitbrengen, Sociale Media in het speciaal onderwijs. En wij zijn uitverkozen om daaraan mee te werken met het Osmo-project. En dan komen ze ook voor de vakantie nog ergens hier foto's nemen en... stuk journalisten komen interviewen en dergelijke. Ik denk dat dat heel erg leuk is. Ik denk dat dat betekent dat we ook op de goede weg zijn en dat ze ook iets zien van hele meerwaarde. Dacht ik al toen, toen ik ging aanvragen voor kleuters. Ja, want het is wel een heel bijzonder traject. Meestal wordt het voor hogere groepen gedaan. iPads en nu beginnen we gewoon van de basis. Ja, en kun je zien van, heeft het effect op taakgedrag? Nou, dat heeft het in ieder geval. Dat hebben jullie heel duidelijk hier denk ik ook nog eens kunnen aantonen. Dank jullie wel. Thank you.